Like challenge. Like sneller dan dat ik Balloon Boy erbij pak. 3, 2, 1. Daar is die. Schattig, maar eng. Five Nights at Freddy's. Een game die veel mensen kennen. Er zijn eigenlijk meerdere games van. Best wel veel zelfs. Maar wat als Five Nights at Freddy's in het echt zou bestaan? Het restaurant. De animatronics. De pizza. Ik heb zin in pizza. Maar hoe zou dat dan zijn? Dat gaan we vandaag checken. En oh ja, dit kan een beetje eng zijn. Hier hebben we iemand die beweert een verjaardagsfeestje te hebben gefilmd in het Five Nights at Freddy's pizza restaurant. Oh... my gosh. We zien Freddy en Bonnie op het podium een verjaardagsliedje zingen. En dit is gefilmd op 5 augustus 1984. Volgens mijn niet bestaande horloge is dat al even geleden. Dude, iets hieraan is gewoon creepy. Waarschijnlijk omdat we weten hoe deze karakters in het videospel zijn. Ik bedoel, daarbuitenom zijn het gewoon twee animatronics op het podium die een liedje zingen. En het klinkt eigenlijk best wel leuk. Ik wou dat ik erbij was. Alleen voor de pizza eigenlijk. Oh ja, animatronics. Dat zijn dus eigenlijk een soort van elektronische poppen die uit zichzelf bewegen. Niet helemaal uit zichzelf dus. Het is door mensen gemaakt. Het is zeg maar wel echt, want het is geen videospel. Maar het is niet in het echt gebeurd. Is het logisch wat ik zeg? Het is een animatie. Maar wat we nu gaan checken is wel echt. Wauw, the one and only Freddy Fazbear. Hier heeft iemand, of hier is iemand, een echte Freddy Fazbear aan het maken. Je ziet dat hij uit zichzelf beweegt. En je ziet alle kabels en elektronica. Dit is hoe ze er in het spel aan de binnenkant ook een soort van uitzien. Of tenminste, dat is niet helemaal waar. Want in de game werken de animatronics door een endoskeleton. Ik heb dit vaker verteld. Een endoskeleton is eigenlijk een skelet, maar dan elektronisch. En toevallig hebben we hier iemand die zo'n endoskeleton in het echt heeft gemaakt. En ik bedoel, respect. Want volgens mij is dit heel lastig. Het is niet zoals je veters strikken. Dit is gewoon... je moet een mastermind zijn. En deze persoon heeft er zelfs een masker voor gemaakt die hij erop kan klikken. En nu lijkt het op het karakter Edward uit Five Nights at Freddy's. Maar dit ding bestaat dus uit heel erg veel kabels. Tenminste, het zullen geen echte kabels zijn. Maar zo ziet het er serieus wel uit. In Five Nights at Freddy's Security Breach is er een interessant karakter. Sundrop. Tenminste, Sundrop als het licht is, Moondrop als het donker is. Gelukkig bestaat hij niet in het echt. Hier heeft iemand Sundrop in real life gemaakt. En ik moet zeggen, dit is heel knap, want het lijkt er sprekend op. Alsof die regelrecht uit het beeldscherm is geklommen vanuit de videogame. Dit is letterlijk Sundrop. En nogmaals, als ik zeg echt, dan bedoel ik dat iemand het echt heeft nagemaakt. Oh my gosh. Ze hebben het zelf zo gemaakt dat het een beetje uit zichzelf kan bewegen. Maar ja, waar Sundrop is, ligt uit. Daar is Moondrop. En die heeft iemand dus ook in het echt gemaakt. Ik blijf het zeggen, ik vind dit heel erg knap. Ik heb geen idee hoe zo'n proces begint. Misschien met een paperclip, maar om uiteindelijk dit als resultaat te hebben. Echt bizar. En hier heeft iemand zelfs Bonnie in real life gemaakt. Of gevonden. En natuurlijk Chica. Bonnie en Chica zijn volgens mij beste vrienden. En het ziet er zo creepy uit. En volgens mij beweegt ze. Ja, ik weet het zeker. Eerst waren het een klein beetje haar ogen, maar nu is het gewoon, hey, ik kan bewegen. En natuurlijk iemand die we niet mogen vergeten. Freddy. Hoe zou Balloon Boy er in het echt uitzien? Ik wil het niet weten. Mangle in het echt. Oh gosh, dat is best lastig met al die losse onderdelen. Circus Baby. Oké, die is gaaf. Golden Freddy. Wauw. En natuurlijk Freddy mag niet ontbreken. Lolbit. Dat is dus het ding. Er zijn zoveel Five Nights at Freddy karakters. Sommige ken ik niet eens. Of ben ik gewoon vergeten. Maar deze is cool. Lefty. Ook zo een waar ik wel ooit van heb gehoord. Maar ik weet niet uit welke Five Nights at Freddy game die komt. Nightmare Freddy. Ja, die herinner ik me nog. Bellora. Dat is een leuk kostuum. Foxy the Pirate Fox in the building. Ik heb het even opgezocht. En er zijn in totaal meer dan 130 Five Nights at Freddy karakters. Dus dan snap je waarom ik ze niet allemaal ken. Wat ik ook interessant vind om te checken, is het kleinste Five Nights at Freddy karakter versus de grootste. En de kleinste is deze mini DJ Music Man. Daarna hebben we Shattered Gator. Die kan wel een upgrade gebruiken. Dan hebben we de Wet Floor Bud. Dan hebben we Gregory. Groter dan Gregory is iemand die we net al zagen, namelijk Moondrop. Het punt is wel, sommige karakters die staan een beetje ingetogen. En als die gewoon rechtop zouden staan, zouden ze misschien langer zijn. We zien namelijk dat Roxanne langer is dan Sundrop. Maar als Sundrop rechtop zou staan, was die waarschijnlijk langer dan Roxanne. Maar goed, we hebben Roxanne. Dan hebben we de Nightmare Roxanne. Dan hebben we Fanny. Oftewel Vanessa. Tenminste, dat is wat ik denk. Dan hebben we die robot. Dan hebben we de endoskeleton. Dan hebben we de gebroken Chica. En de Glamrock Chica. Ik ben serieus benieuwd wie de grootste is. Maar stiekem kan ik het dan wel een beetje raden. Dan hebben we Gator. Glamrock Freddy. DJ Music Man. Ik vind het karakter zo geniaal bedacht. Die neus, de keyboard tanden, de headset, de zonnebril. Het is gewoon amazing. Maar nu checken we het favoriete eten van de Security Breach karakters. En we beginnen met Chica. Pizza. Goede keus. Roxanne. Een hamburger. Oké. Gator. Oké, dat moet iets groots zijn.
Wat is dat? Bacon? Sundrop. Oké, ik ben benieuwd. Een salade? Hij is inderdaad wel in shape. The Wet Floor Bot. Snickers. Oké, waarom niet? DJ Music Man. Chicken Wings. Oké. Vanessa. Een ijsje. En nu het favoriete drinken. Die van Freddy is frisdrank met ijs. Barney houdt van wortelsap. Chica. Sprite. Balloon Boy. Cola. Natuurlijk. Circus Baby. Gesmolten ijs. Dat is toch gewoon een milkshake. Bellora. Thee. Helpy. Melk. Kleine pauze. Ik wil iets checken over Huggy Wuggy. Er gaan namelijk geruchten dat hij een baby heeft. En nu vraag ik me af. Als dat waar is, hoe blijft hij dan de rol aanhouden van de enge Huggy Wuggy? Hij neemt zijn baby gewoon mee. Oh, dit is zo cute. Het is eng, want het is Huggy Wuggy en hij wil iedereen opeten. Maar hij heeft een baby bij zich. Een baby Huggy. Dit is de eerste keer dat ik niet schrok, omdat ik het schattig vond. Het engste karakter uit Five Nights at Freddy's vind ik de puppet. En natuurlijk is er iemand die in het echt heeft gemaakt. Oh my gosh. Ik blijf het zeggen. Five Nights at Freddy's in real life is enorm eng. Ik bedoel, kijk dan. Het zit letterlijk aan van die touwtjes vast. Letterlijk een marionet. Oh my gosh. Stel voor je doet de deur open. En dit is wat er staat. Sundrop in zijn volledige glorie met zijn gele geelheid. En dan hebben we hier een Springtrap robot. Again, dit zijn geen levende poppen. Dit is door mensen gemaakt, maar het ziet er wel uit alsof het leeft. Het is tijd voor een beetje Roblox. De Valentijn Chica. Maar nu hebben we haar direct unlocked. Dat is wel een mooie zonnebril. Mooie oorbellen. Mooi strikje. Ja, ze ziet er goed uit. Wacht, kan ik hier naar boven? Ben ik hier al eerder geweest? Volgens mij niet. En dat zou betekenen... Oh, wacht. Volgens mij ligt daar iets. Hoe kom ik daar? Ah, wacht. No way. Je gaat me toch niet vertellen dat ik al die tijd dit gewoon ben misgelopen? We hebben de Builderman Freddy. Ik had die oprecht nog niet gezien. Hier zo. Builderman Freddy. Waarschijnlijk komt hij alles juist slopen. Oh, wacht. Ik zie daar iets. Hold up. Oh, snap. Wacht. Dit is de kers op de taart. Als dit lukt dan tenminste. Oh my gosh. We zweven letterlijk door de lucht. Dit is bijna niet te zien. Maar check this out. We hebben de Angel Freddy. Een van de zeldzaamste. En die staat volgens mij hier. Ja, hier is die. Oh, deze is zo gaaf. No way. Wacht. Ik zie daar iets. Ik zie daar letterlijk een ventilatieopening. Daar zo helemaal boven. Wacht eens even. Ik wou eigenlijk stoppen. Maar ik zie twee dingen. Ik zie daar een deuropening en daar een ventilatieschacht. En wat zit hier dan, dude? Waarom zit het hier ineens? Er moet iets zijn, toch? Oh, snap, waar kom ik uit? No way! De originele Chica! Oh, die wou ik zo graag. Dat is echt perfect. Nog steeds kan ik een hoop morphs vinden, maar ik heb er al superveel gevonden vandaag. Zoals ik eerder zei, er zijn mega veel Five Nights at Freddy karakters. Maar zou ik ze allemaal kunnen raden? Laten we dat testen. Elke keer staat er een ander karakter op de muur en ik moet hem raden om er doorheen te lopen. Oké, de eerste is een inkoppertje. Freddy, let's go. De tweede is Bonnie. Chica. Dan hebben we hier Foxy. Oeh, wat is dit? Dit is Freddy, maar een speciale variant. Ah, volgens mij is het Golden Freddy. Yes. Nou, deze moet ik weten. Balloon Boy. Hupsakee. Dit is ook Bonnie. Alleen het is de Toy Bonnie. Speelgoed. Dan hebben we hier de Toy Freddy. En natuurlijk Toy Chica. Oeh, dit is Mangle. Oké, ik moet zeggen, dit zijn de bekende, beetje oldschool karakters. Hier hebben we Puppet, maar zometeen wordt het waarschijnlijk moeilijker. Is dit Springtrap? Ja. Oeh, dit is een instinker. Als je deze ziet, denk je misschien gelijk aan Freddy, maar het is Fredbear. Ik weet niet uit welke game, maar dat is het. Dit is volgens mij Spring Bonnie. Oeh, Bellora. Yes, ik ben op dreef. Oh, deze is lastig. Dit is een helper van Circus Baby, volgens mij. Alleen wat de naam is? Sorry, ik moet deze even opzoeken. Biddy Bap. Wat? Dat had ik niet kunnen weten. Ah, deze. Dit is Bonnet. Yes, yes. Nou, hier hebben we Baby. Wacht, Circus Baby misschien? Ja, Circus Baby. Dit is toch dezelfde baby als net? Dit is een blauwe variant. Deze heet Electro Bab. Cool. Welke Chica is dit? Het ding is, er zijn zoveel varianten van Chica. Net zoals van Freddy, Bonnie en Foxy. Dat het gewoon lastig is. Maar volgens mij is dit de Funtime Chica. Dan is dit de Funtime Freddy. Dit is denk ik Funtime Foxy. En deze hebben we toevallig eerder gezien. Lolbit. Oeh, welke is dit? Ik heb het even op moeten zoeken, maar ik weet niet of het... Ja, Mini Reina. Oké. Okay. Dit is volgens mij Shadow Freddy. Gast, welke is dit? Is dit gewoon Springtrap? Nee. We zijn volgens mij op de helft. Maar ik kan deze ook gewoon niet vinden. Oh my gosh, wacht. Het is Plushtrap. Ja, het is een knuffel. Oftewel Nightmare Balloon Boy, Nightmare Bonnie, Nightmare Chica. Oeh, is dit Nightmare Endo? Ja. Nightmare Foxy, Nightmare Freddy? Oh, die hadden we nog niet. Dit is Purple Guy. Een hele interessante. Dit is volgens mij Freddy Fazbear gewoon, toch? Als in de eerste Freddy, of niet? Nee? Ah, nee, wacht. Het is Withered Freddy. Dan zal dit Withered Bonnie zijn. Withered Chica. Withered betekent extra eng of zo. Dat zal het wel niet betekenen, maar zo ziet het eruit. Kijk hoe eng Foxy er nu uitziet, terwijl hij is al eng. Is dit Withered Balloon Boy? Nee. Ik heb ook deze moeten opzoeken. Het is letterlijk een tweeletterige naam. JJ. Dat is letterlijk de naam. Oef, welke is dit? Ah, oh, wacht. Phantom Freddy. En dan is dit Phantom Chica. Phantom Foxy. Phantom Mangle? Ja. Nou ja, hier hebben we hem weer. Phantom Balloon Boy. Deze is normaal heel eng, de puppet, maar in Phantom al helemaal. Dit is denk ik Nightmare Mangle, ja. Oeh, welke is dit?
Puppet? Is dit Nightmare Puppet? Nightmarion. Ja, dat is hem. Stiekem opgezocht. Dit is een vrij nieuwe volgens mij. De Jack O'Bonnie. Jack O'Chica. Oh, deze is geniaal. Dit zijn de Freddles. Het zijn de drie tegelijk. En is dit de laatste? Dit is de laatste. En hij heet volgens mij Dreadbeard. Een soort van Frankenstein. Yes! Ik heb het gehaald! Woo! Dat is ook echt mijn beloning, gewoon uit de wereld vallen. Ik had liever een gouden Freddy gehad of zo. Of misschien de cupcake. Laat maar. In dat geval haal ik mijn eigen beloning. De Zombie Glamrock Freddy. Deze is eng en cool tegelijk. En niet zo levend. Abonneer voor meer. Adios.